Goeiedag lieve mensen, vandaag ben ik hier met de kaartlegging voor de maand augustus en dit keer voor het sterrenbeeld stier. Dus lieve stier, deze kaartlegging voor de maand augustus is voor jullie. En het onderwerp waar deze kaartlegging over gaat is je carrière. Maar als je dus niet werkt, kan het dus ook gaan over een hobby of over een vereniging waar je dus in zit en waar je je voor inzet. Dus dat kan ook even goed daarover gaan, maar het kan dus ook gaan over je job of je werk. En dan de eerste kaart die ik kreeg is deze, dus een koffiefilter. En hier staat er dus een periode van frustratie. Er zijn lessen die mogen geleerd worden. Dus op je werk, in je hobby's, in de vereniging waar je in zit, kan het zijn dat er zo'n periode is waarin je gefrustreerd bent, dat de dingen niet lopen zoals ze moeten lopen en dat jij daar een beetje over gefrustreerd bent. Dat je dat moeilijk vindt om daarmee om te gaan, maar weet dat er dus lessen mogen geleerd worden, dat deze uitdagingen er niet zomaar zijn, maar dat ze er wel zijn om er dus uit te leren. Dus houd daar rekening mee. Als je je gefrustreerd voelt, weet dat er dus lessen zijn die mogen geleerd worden. De volgende kaart die ik hierop kreeg was de Arend. En hier staat er dus een triomf over moeilijkheden en obstakels. Dus nu is er zo'n periode van frustratie en dienen dus lessen geleerd te worden. Maar je zal deze overwinnen. Er komt dus een triomf over moeilijkheden. Dus die moeilijkheden die zullen overwonnen worden, zodat er dus weer rust komt. Heel mooi. Dus dat is al geruststellend om te weten natuurlijk. De volgende kaart die ik hierover kreeg is inspiratie, ideeën, vonk, voorstelling en impuls. Dus er komt dus inspiratie. Inspiratie over hoe je deze problemen kunt aanpakken, wat je kunt doen. Misschien ga je de les hierin herkennen en ga je weten hoe je dit mag aanpakken. Dus er komt in elk geval inspiratie of nieuwe ideeën jouw kant op. Dus sta daarvoor open ook om nieuwe inspiratie te ontvangen en ook om inzichten te krijgen dus over wat je mag gaan leren. Dan, ik kreeg daar nog een kaart op, dus deze kaart viel er ook uit toen ik de kaarten weer samennam en dat is zelfexpressie. Dus er staat hier dus uiting, individualiteit, innerlijke stem en assertiviteit. Dus je mag voor jezelf opkomen. Je mag je gevoelens en je mening delen met andere mensen. Dat hoeft niet op een agressieve manier te zijn. Je mag gewoon zeggen wat je voelt, hoe jij het ziet. Maar het is belangrijk dat jij je uitspreekt. Dat is echt wel van belang. Want als je dat voortdurend opkoopt, dan ontstaan er ook frustraties. Dus jij mag echt wel meer jezelf gaan uitspreken. Misschien is dat ook een les die jij daaruit mag leren. Dat je dus wanneer je frustraties voelt, dat je deze mag gaan uitspreken en gaan delen, zodat anderen ook weten hoe jij je voelt. De volgende kaart die ik hierover kreeg is deze. Dus breid je kennis uit. Het gaat hier ook over leren. Dus het kan misschien zijn dat deze kaart erop wijst dat er inderdaad veel dingen te leren vallen. Maar het kan ook zijn dat je dus bijvoorbeeld een cursus mag volgen of dat je iets nieuws mag gaan leren. Want hier staat er dus, opleiding brengt mogelijkheden. Volg een cursus, neem een boek of vind een mentor die je zal helpen en je zal leren wat je ziel wil weten. Dus zoals ik al zei, het kan zijn dat het hier gaat over de lessen die je mag leren. Maar het kan ook zijn dat iets nieuws leren en je kennis uitbreiden je zal helpen en je meer mogelijkheden zal schenken. En je dus ook meer voldoening zal geven. De volgende kaart is deze. Neem geen genoegen met minder. Je ziet hier dus al die vlinders ook. Staat voor transformatie. Jij bent een kind van het goddelijke en jij verdient het dat je dromen werkelijkheid worden. Geef niet op.
Dus geef niet op. Ook al zijn er moeilijkheden of zijn er uitdagingen, geef niet op. Doe gewoon moedig verder en ja, weet dat je het allerbeste verdient. Wanneer er dan dingen op je pad komen die minder goed voor je zijn, ja, leg je daar niet bij neer. Neem dat niet aan, maar ga dus echt naar hetgene wat jij echt wilt en waar je echt naar verlangt. Want jij verdient het allerbeste. Dat moet je zeker onthouden, lieve stier. En dan de laatste kaart. Vertrouw op het goddelijke doel. Dus deze ervaring geeft goddelijke betekenis. Heling zal komen en weet dat je op je pad bent naar groei. Dus ja, de uitdagingen die op je pad komen, die hebben dus inderdaad een betekenis. Jij mag eruit leren, jij mag eruit groeien. Dus ja, vertrouw erop dat alles een reden heeft en weet dat alles uiteindelijk goed komt. Dus vertrouw erop dat je geholpen wordt en dat het allemaal wel een betekenis geeft. Maar zoals deze kaart zei, het komt eigenlijk uiteindelijk allemaal goed. Want de arend zegt, er komt dus triomf over moeilijkheden en over obstakels. Dus lieve stier, dit was dus je kaartlegging voor de maand augustus. Ik wens je alvast een hele fijne maand augustus toe. Dankjewel voor het kijken, voor het liken, voor het reageren en voor het delen. En ja, ik zie jullie heel graag terug in een volgende video. Daag!